Welkom bij het Gulpener Weekjournaal van week 33. Dit is de week van de bierfeesten, maar we nemen eerst nog even een kijkje in de brouwerij. In de vorige aflevering van het brouwproces hebben we gezien hoe de flessen worden gereinigd. Deze keer is het de beurt aan de fusten. Met mijn hartpunt ben ik een pallet heel goed. Eén of drie palletjes hergezaagd. Derde en vervolgens afladen. En de auto vult de wijzer komen. Hier werden de vult gereden. En aan de bollerken. Op de hopoogst, die op 12 september zal plaatsvinden, speelt kunst een belangrijke rol. We namen een kijkje bij een van de kunstenaars. Goedemiddag. Hoi. John Mevis. Hoi. Nou, John Mevis, Nosh ook wel, dat is de kunstenaarnaam. En ja, welkom hier op bij mijn ateliertje, maar op de achtergrond de buurman toeterend en wel. Nou, ik wil graag iets vertellen over puurzame kunst. Puurzame kunst is een samenwerking met de Gulpener. Puurzaam is het begrip wat hun eigenlijk in de wereld gebracht hebben. En bij puurzame kunst gaan we de filosofie van de Gulpener eigenlijk omzetten in kunst. Dus we gaan kijken van hoe kun je met restproducten van een brouwerij toch nog leuke dingen doen in de kunstwereld. Hoe kun je bijvoorbeeld de blauwe flesjes, de typische blauwe flesjes van Château Neuburg, gaan verwerken in een mooi kunstwerk. En ik ben zelf begonnen met etiketten om te gaan zetten in een leuk materiaal, een echte papier-maché, dus een stevige massa. Ik heb vijftal andere kunstenaars erbij gehaald. Floor Spork bijvoorbeeld uit Ingburg, vlakbij Gulpener. Die gaat aan de slag met de blauwe flesjes van Neuburg en ze gaat daar sieraden mee maken. Nou, Floor, absoluut een keer kijken bij daps.nl. Maakt hele mooie sieraden, hele maffe, gekke invallen, leuke, gezellige dingen eigenlijk. Dus ik verwacht van haar heel erg veel. Een andere kunstenaar, Pim Rijmakers, die gaat met staal hele grote graanobjecten maken met blauwe flesjes erin. Dus het flesje van Neuburg komt als een centraal punt eigenlijk steeds terug in de kunstwerken. Er komt een hele expositie omheen op de hopoogst. Puurzame kunst komt een standje eigenlijk te staan waar we een kunstwerk of 10 tot 20 hoop ik gaan exposeren en die allemaal een thema hebben, hopoogst of Château Neuburg. En dat moet ook duidelijk uit het product, uit het kunstwerk naar voren komen. Aan de andere kant hebben we wel ook gesteld, het moet helemaal in het cradle-to-cradle principe passen. Probeer dingen hard te gebruiken, probeer opnieuw dingen uit te vinden, probeer innovatief te zijn. En de zaken die de Gulpener eigenlijk ook heel erg belangrijk vindt. Deze week voor de aflevering Bier en Gastronomie zijn we Biedetantes in IJs. Ik ben Iet uit Brabant en dit is Monique uit Stijn. Echte Limburgse, echte Brabantse. En wij zijn samen zes jaar geleden, ja. Zijn we de Tantes begonnen in Mechelen. En de naam die komt zo dat daar twee zussen als laatste woonden in de huis. En het hele dorp is familie van die twee zussen. En die zeiden we gaan naar de Tantes. Dus dan hadden wij meteen zo het verhaal van, ja, moet je de tantes gaan doen. En toen zijn we op een gegeven moment verhuisd naar IJs, omdat we dit pand konden kopen. Dat vonden we ook een prachtig pand. En wat is nou het geval? Ook hier woonden als laatste twee zussen en heel IJs. Die zei, we gaan hier in dit pand naar de tantes. Dus die naam past wel bij ons als elke keer bij het pand waar we zitten. Dus dat is het verhaal achter de naam tantes. Heerlijke geurforel die gekweekt wordt in Mechelen met een appel,
sinaasappel shit niet. En er zit natuurlijk heerlijke korenwolf in. Dus we beginnen met eerst de forel, de peper en de zouten. Een beetje peper en een beetje zout erin. Boter in de pan. En als de boter warm is, wordt erbij. De forel moet zwemmen. Als de boter warm is, leggen we de forel erin en dan kan hier ondertussen rustig bakken. De forel komt helemaal goed. Dan gaan we de sinaasappel in partjes snijden. Dan hoor je de forel lekker pruttelen. Dan kom je naar buiten. Pak voor de pan. Een beetje boter erin. Hebben we een uitje gefruit, lekker fijn gesneden in de pan. En dan laten we gaar worden met wat dill erbij. Lekker aanfruit, niet te laten kleuren. Lekker gaar is, doen we op de appel, de tomatenwazen snijden. Pakken we een
lepeltje van de saus. Klein beetje eroverheen. En kunt je het zo serveren. Wil u dit gerecht proberen of gewoon eens genieten van gastvriendelijkheid? Kom dan naar Bij de Tantes in IJs. Dit was het Gulpenhorn Journaal van deze week. Ik zou zeggen op naar de bierfeesten en tot de volgende keer.